Welkom bij De Dissident, de televisieshow waarin we interviews met mensenrechtenverdedigers bespreken, die je allemaal terug kunt kijken op ons online World Talks platform. In De Dissident gaan we in gesprek over mensenrechtenverdedigers met interessante Amsterdammers. We hebben het over Amsterdam, over de wereld, over mensenrechten. We zijn de meest lokale televisieshow ter wereld. Vandaag een speciale aflevering met Rotterdammer Zini Özdeel, ook bekend als historicus en als columnist van NRC Handelsblad. We spreken met hem over burgerschap, over de noodzaak om in Nederland een beter, scherper debat te hebben over integratie en over identiteit. Zini Özdeel, Rotterdammer, historicus, columnist van NRC Handelsblad en hier te gast bij een speciale aflevering van De Dissident. Namelijk, we gaan het over Rotterdam hebben, maar waarschijnlijk ook vooral over Nederland. Zini, om te beginnen, ben jij een dissident? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Als je dissident definieert als iemand die probeert zoveel mogelijk de macht te bevragen, dan zou ik zeggen ja. Mm-hmm. Maar als je dissident ziet als iemand die de hele tijd puur tegen dingen aanschopt om er tegenaan te schoppen, dan zie ik mezelf niet zo. Nee. Maar even, want ik vraag het niet omdat jij speciaal wil schoppen, maar misschien omdat wat jij zegt nog wel eens de andere mensen als schoppen en klappen wordt ervaren. Ja, dus misschien ben ik wel die slechte definitie, maar zie ik mezelf niet zo. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar ja, klopt, de meeste reacties die ik krijg op de dingen die ik schrijf en zeg zijn niet altijd heel, zeg je dat, inhoudelijk of zo. Ja. Heb jij, jouw boek heet Nederland, mijn vaderland. Ik zat het gisteren opnieuw te lezen. Dat is ook wel leuk. Het is ook niet zo dik, hè. Je kunt rustig twee keer lezen. En toen dacht ik, wil je nou wel of niet, geloof je in het belang van provocatie? Laat ik het zo zeggen. Ja, nee, absoluut. Ik geloof er heel erg in. Ik geloof ook in protest. Mm-hmm. En ook dissidentschap, als ik het zo mag zeggen. Alleen, ja, wat ik wel probeer, ook in mijn boek, duidelijk te maken, is dat ik het gevoel heb dat dissidentschap, provocatie, dat middelen zijn om een bepaald doel te bereiken. Ja. Dus in het geval van mijn boek, mijn doel is om een bepaald bewustzijnsproces te creëren, een debat te creëren over een aantal onderwerpen. Maar er zijn ook helaas ook een aantal mensen die met alle beste intenties en met heel veel moed protest tegen dingen aanschoppen tot doel op zichzelf hebben verheven. Ja. Dat zie ik ook steeds meer ontstaan. En dan ga je niet bereiken dat mensen op een andere manier naar dingen gaan kijken, zeg maar. Als je dat dan nog één stap verder trekt, hè? Dus je hebt natuurlijk die mensen die zeggen, ik schop gewoon, want dat vind ik leuk. Maar jij lijkt een beetje als verwijt aan de Nederlandse debatcultuur te zeggen, je bent hier wel erg snel een dissident, want we hebben geen debatcultuur. Klopt. Iets meer genuanceerd. We hebben een debatcultuur, maar die is naar mijn mening heel erg beperkt, heel erg nauw. Het spectrum van debat in Nederland, vooral als je het vergelijkt met andere westerse landen, is echt heel beperkt. Hè? Ja. Als je ook maar 1 millimeter daarbuiten treedt, of nou aan de linkerkant is of rechterkant of wat dan ook, dan ben je meteen gek of radicaal of iets dergelijks. Dan word je eigenlijk een beetje gedisqualificeerd. Hoewel, ik moet wel bekennen, in de afgelopen jaren zijn er op een aantal thema's dingen gebeurd waardoor dat spectrum iets breder lijkt te worden. Maar het kan wat mij betreft nog veel breder. Ja. En waar zie jij een betere debat ontstaan? Twee thema's met name. Politieke economie. Heel lang was het woord neoliberalisme een gek woord in Nederland. Hè. Als je dat woord gebruikt om een analyse te maken, dan ben je eigenlijk gedisqualificeerd. Dat is nog steeds wel zo. Maar tegelijkertijd zien we ook dat heel veel mensen steeds meer beginnen te praten over structurele ongelijkheid. Oftewel zo verstandig is om alles te vermarkten. Als je dat bevraagde 10, 15 jaar geleden, ja, dan was je een communist meteen, weet je wel. Okay. Kijk naar de opkomst van Jesse Klaver bijvoorbeeld, of je nou mee eens bent of niet. Het laat zien dat er een soort van normverandering is. Dus een markt voor economisme. Ja, precies. Ja. Het is nu rendabel om erover te praten. Ja. Okay, en dan, wat veel van wat jij de afgelopen jaren gezegd hebt, gaat over
identiteit en maatschappelijk institutioneel racisme. Zie je daar een verbetering? Begint dat debat voller te worden? Jazeker. Afgelopen 2-3 jaar met name zie je wel dat het nu op tafel ligt eindelijk. Het gaat vooral om burgerschap, hè, en institutioneel racisme, discriminatie, identiteit. Dat valt er natuurlijk allemaal onder. Maar mijn idee was al heel lang van, hey, laten we eens even goed gaan kijken naar hoe wij dat Nederlanderschap hebben ingevuld eigenlijk in maatschappelijke zin. En wat de geschiedenis erachter is en op welke manier dat heel uitsluitend werkt. Aan het begin was er heel veel weerstand tegen. Niet alleen tegen mij, maar ook tegen andere mensen die er over wilden praten. Mm-hmm. Maar nu is het debat er wel. Ja. Alleen, ik vraag me soms wel af of het nu wel de goede kant op gaat, zeg maar. Of dat we nog meer scheidslijnen gaan krijgen tussen de goeden die het nu snappen, hè? Zoals jij en ik misschien. Ja, maar jij snapte het al, en toch? Voordat je begon. Ja. Nou nee, dat heeft toch tijd gekost, hoor. Ik bedoel, en de fouten en of die twee groepen wel bij elkaar komen of echt met elkaar gaan debatteren. Ja, of dat, ja, ja. Ja, weet je, en dat, even de fouten, is dat een ander woord voor de PVV-achtigen of zie ik dat te simpel? Dat zijn jou. Nou, ik zet het ook tussen aanhalingstekens, weet je wel. Zij zien ons, om het even zo te zeggen, als fout. Ik zit nu ook in mijn zijtermen te praten, maar moet je zien hoe snel dat gaat. Maar ik zou het liefste willen zien dat zonder dat je het per se met elkaar eens bent, dat je wel echt open en hard op de inhoud met elkaar debatteert. Om te kijken naar hoe die andere denkt. En hoe het misschien anders kan. Hoe we bij elkaar kunnen komen. Ja. En dat zie ik te weinig gebeuren. Oké, maar binnen dat debat van de goede. En jij valt natuurlijk toch mensen aan die lang misschien in al te politiek correcte termen hebben gedacht. Althans dachten dat woorden als allochtoon politiek correct waren, die hoek. En daar zie je een kentering. Daar zie je een breder debat ontstaan. Oké, nou misschien even voor dit moment, want we gaan naar een ander soort dissident kijken, een mensenrechtenverdediger. Larry Chartrand, als je het zo uitspreekt, dat denk ik. Hij is professor aan de Universiteit van Ottawa, richt zich op de common law, maar vooral ook op aboriginal law. Hij heeft zelf een achtergrond als aboriginal. Hij is lid van een inheemse stam in Canada. En hij vertelt over hun positie in Canada. Well, I mean, part of it happens to be the fact that I'm Métis and an Aboriginal person of the Métis Nation from the prairies. So I grew up as an Indigenous person. I've been active in the Métis community in the prairies. And so it's who I am. It's part of who I am. Being out in Ottawa, have worked with the Algonquin people in particular, from the Kitigan Zibi community up north, and I've worked with elders there. I've tried to maintain a connection with Aboriginal spirituality, because that was the kind of spirituality that I was introduced when I was young, and I was never raised Christian. So I have that as part of who I am as well. And that informs a lot of what I think is an approach towards Indigenous people's justice. Ja, Zini, dit was Larry Chartrand. Hij vertelt denk ik over die dualiteit die hij leeft, hè, als zowel Aboriginal als Canadees. Hoe kijk jij naar dit fragment? Ja, ik vind het natuurlijk bijzonder interessant wat hij daar vertelt. Op een bepaalde manier is het best wel universeel ook, want bijna iedereen heeft meerdere identiteiten. En soms ook bepaalde identiteiten die een geschiedenis van onderdrukking achter zich hebben. Nou, in dit geval die Native Americans, om het zo te zeggen, in dit geval Canadees. Nou, dat is echt wel een geschiedenis van heel zware onderdrukking. Maar ook in Europa. Wij Nederlanders hebben ook een geschiedenis waarbij wij lange tijd andere volk hebben onderdrukt, gekoloniseerd. Alleen ja, bij ons was het natuurlijk ver van ons bed. Hè? Dus onze koloniën waren echt duizenden kilometers verderop, terwijl het daar echt in het land zelf gebeurde. Maar hij is zelf, zou je bijna kunnen zeggen, twee mensen tegelijk. Hè? Althans, hij is die onderdrukte, maar hij is inmiddels ook onderdeel van een academische elite daar. Ja, precies. Ja. Dus volgens mij wil je vragen of ik mezelf verwant voel aan wat nou die, ja, of in ieder geval de thematiek. Ja, misschien jij niet. Ik kan me voorstellen, want je bent natuurlijk geen spirituele aboriginal. Maar ik wil inderdaad wel vragen of jij er iets in herkent. Ja.
Ja, niet 100% natuurlijk, want ik kan me niet verplaatsen in hoe het is om als Aboriginal door het leven te gaan. Maar goed, ik kom zelf uit een arme witte arbeiderswijk in Rotterdam-Zuid, Lombardije, daar ben ik opgegroeid. Tegelijkertijd zijn mijn ouders en mijn grootouders gastarbeiders geweest. Het heeft lang geduurd, ja, misschien leuk om te vertellen. Ik heb het gymnasium gedaan op de middelbare school. Het kwam omdat mijn vader toevallig zelf een tijdje had gestudeerd in Turkije. Dus die was wat meer op de hoogte van dingen. En die heeft mij heel erg gemotiveerd om de beste van de klas te worden. En niet iedereen heeft dat. Hè. Ik ben nog heel goed in groep 8. Dus het schooljaar begint en mijn vader neemt me apart. En hij kijkt me en hij zegt, Sini, dit is het belangrijkste jaar uit je leven. Want na dit jaar wordt je schooladvies bepaald. Dus jij gaat je best doen en je gaat de beste van de klas worden. En je gaat VWO-advies krijgen. Want als je dat niet doet, dan ga ik je slaan, zei hij. En dat was een hele goede motivator. En dat meende hij ook. Nee, ja. Wat ik wil zeggen is die verschillende identiteiten. Want ja, ik word ook wel een beetje als elite gezien nu. Een NRC-columnist. Maar goed, ik kan me ook verplaatsen in de spreekwoordelijke Henk en Ingrid. Dat waren mijn buren vroeger, weet ja, je wel. Ja, zeker. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, zonder iets te projecteren, maar wat hij dus over zichzelf eigenlijk zegt is... ik ben loyaal aan Canada. Sterker nog, ik draag bij aan het verbeteren van het nationale rechtssysteem. Maar ik ben ook loyaal aan mensen die nog steeds onderdrukt worden door datzelfde Canada. Ja. In jouw boek doe jij bijvoorbeeld een oproep om mensen die ooit opgekomen zijn tegen de Nederlandse kolonistenregimes. Om die eens bijvoorbeeld eens een plek te geven in de geschiedenis. Ja, want volgens mij is dat ook wat hij zegt. Hij wil dus dat Canada, de Canadese cultuur, het Canadese wezen, om het even zo te zeggen, dat wil hij inclusiever maken. En ja, ik heb zelf een jaar in de VS gewoond, in Amerika. En ik was best wel shocked daar. Ik studeerde daar. Ik zag bijvoorbeeld in de officiële herinneringen van het land, was er natuurlijk heel veel oog voor Thomas Jefferson, de Founding Fathers, weet je wel. Mm-hmm. Zeg maar de Willem van Oranjes van dat land. Tegelijkertijd, in dezelfde schoolboekje zag je dat ook mensen zoals Malcolm X of Martin Luther King, of noem ze maar op, al die mensen die tijdens de slavernij in opstand kwamen, die werden net zoveel geëerd als toonbeelden van Amerikaanse glorie. Yeah. In ons land gebeurt dat niet. Bijna niemand heeft ooit iets gelezen of geleerd over Tula bijvoorbeeld, die rond 1800 een succesvolle slavenopstand leidde op Curaçao, die op een gegeven moment wel door een grote expeditie vanuit Nederland gevangen werd genomen, gevierendeeld, onthoofd en ook nog zijn ogen eruit gestoken. Als ik het toch een succesvolle slavenopstand. Ja, succesvol. Nee, maar succesvol in de zin van wat Tula deed op basis van verlichtingsideeën was, hij ging langs allerlei plantages waarbij slaven in opstand kwamen om hun vrijheid en gelijkheid en broederschap op te eisen. En dat lukte hem in eerste instantie. En dat, ik zou het fijn vinden als dat ook werd geëerd als nationale glorie. Niet alleen Michiel de Ruiter, maar dat is ook onderdeel van onze geschiedenis. Maar dat hebben we op een of andere manier weggerust. En ik vind dat misschien wel het sterkste punt uit jouw boek. Dat je denkt, ja, waarom zijn die mensen geen onderdeel van een wat inclusievere nationaliteit? Want het waren ook Nederlanders. Ja, absoluut. Ja. En zeker zijn het nu. Ze staan voor je. En waarom denk je dat zo ver weg is om... Want niemand had ooit van die mensen gehoord. Ik ben nu weer Tula heette die. Hè? Tula, ja. Of Sophie Redmond, de eerste zwarte vrouwelijke arts uit Nederland. Zij werd eerst geweigerd voor de medische school omdat ze zwart was. Ze heeft doorgezet en ze is uiteindelijk arts geworden. Nou, dat soort helden hebben wij ook in onze geschiedenis. Maar niemand praat erover. Hoe maken we daar helden van? Hoe krijgen we die de schoolboeken in, denk je? Ja, dat is een heel goede vraag die je stelt. En ik denk dat het komt. Het is misschien niet heel bewust, maar als jij kijkt naar wie die schoolboeken schrijven in ons land. Wie, zeg maar, de kaders van alle belangrijke instituten vormen. Het is nog steeds één grote witte, vooral mannelijke zee. En dat zeg ik niet per se om die mensen te disqualificeren, maar dan heb je wel, het risico is dan groter dat er maar één bepaald perspectief naar voren komt. Je moet wel een beetje de voelsprit hebben om dit soort dingen ook naar boven te halen. Dus diversiteit, ja, ook zo'n vies woord. Maar goed, diversiteit, echte diversiteit is ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Oké, dus andere schoolboekenschrijvers. Ja. Het is een open sollicitatie. Maar, want je geeft nog een heel... ik denk, we hebben nog misschien net tijd voor één vraag voor het laatste fragment. Je zegt ook, die film over Michiel de Ruiter. Ja.
Nou, die is er wel. Ja. Maar de mensen die daar tegen in opkomststand komen, hebben geen films over ze. Nee, ja, we hadden er wel één over Tula. Bijna niemand heeft het gezien. Het was ook een klein budget. Danny Glover speelde nog een rol, die beroemde Amerikaanse acteur. Maar het is compleet marginaal gebleven. En ook nog, ik vind niet dat er geen film over Michiel de Ruiter moet komen. Graag zelfs, hè. Dat is ook onderdeel van onze geschiedenis. Mm-hmm. Maar goed, als je naar die film kijkt, ja, het is toch wel heel erg eenzijdig, hoor. Bepaalde negatieve kantjes van die zeeheld, die zijn ook weer weggewist. Dus ja, het is ik denk dat een beschaafd land, een democratisch land, een complete geschiedschrijving heeft. En ook moedig genoeg is om ook de donkere kanten van de eigen geschiedenis gewoon open en helder op tafel te leggen voor bewustwording. Andere landen doen het al inmiddels, zoals Amerika bijvoorbeeld, of Canada. Ja. En dan nog even, ik wil toch nog één vraag stellen. Een waarheidscommissie, dat is uiteindelijk in Canada gekomen. Dus in Canada is uiteindelijk gezegd, wij gaan naar Zuid-Afrikaans voorbeeld. Onszelf is jarenlang kritisch beschouwen. Hoe hebben wij nou, zijn wij omgegaan met onze Aboriginals, in het bijzonder de kinderen? Zou je dat in Nederland ook moeten doen? Oeh, die vind ik lastig, hoor. Ik weet ook niet of ik gekwalificeerd ben om daar een soort van idee over te hebben. Want ja, wat ik net al zei, onze slavernijgeschiedenis was ver van ons bed. Hè? Ja. In de Cariben, op Curaçao of aan de andere kant Indonesië. Ik denk dat dat vooral een vraag is die naar boven moet komen, moet beantwoord worden via een debat tussen stakeholders, de nazaten van die slachtoffers in dit geval en de Nederlandse overheid. Als ik nu zeg van en zus en zo, moet het dan denken dat ik naast mijn schoenen ga. En over de eerste 50 jaar integratiebeleid? Oh, ik moet naar mijn volgende filmpje. Ja. Tweede fragment, Larry Chartrand. Ja, the courts have been unable or unwilling really to deal with the most fundamental issue of Indigenous state relations, and that is the whole question of how Canada was able to unilaterally assert its governance authority over Indigenous peoples, or to unilaterally assert its ownership over its over the territory of Indigenous peoples. That is probably the most important fundamental issue in terms of addressing human rights and bringing to bear justice for Indigenous peoples, yet it's the one issue that the courts consistently failed to examine in any serious way. Dit gaat over twee rechtssystemen, twee manieren van kijken naar hoe ga je om met de grond waar je woont. En hij zegt dat is wel erg eenzijdig besloten door Canada. En die hebben het gewoon het land afgepakt. Daar komt eigenlijk van de inheemse bevolking. Ja, dat klopt ook. ik ben een van de redenen waarom ik historicus ben geworden is omdat ik toevallig toen ik 16, 17 was het boek las van Howard Zinn, een Amerikaanse historicus die de volkse geschiedenis van Amerika schreef. Mijn volgende boek wordt de volkse geschiedenis van Nederland, trouwens een primeur hier bij dissidenten, geïnspireerd op Howard Zinn. Hij begint zijn boek als volgt. Hij zegt, en toen in 1492 werd Columbus ontdekt door de Arawak-indianen op het strand van de Bahama's. Nou, toen ik dat las, dacht ik van, nou, zo kan het dus ook. Kan je het perspectief omdraaien. Dus als je op die manier naar de geschiedenis kijkt, dan zie je inderdaad dat in dit geval de Canadese inheemse, die zijn gewoon letterlijk beroofd van het land. Ja. Klopt. Je moet niet te veel lijnen trekken, maar wat je nu op dit moment wel ziet, is dat het recht dat steeds meer een beroep wordt gedaan op een soort strijdbare Nederlandse identiteit, die zich ook in het recht moet manifesteren. Onder andere in keuzes rondom burgerschap, paspoorten. Oh ja, 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 ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. Ik wil even dat als laatste vraag aan jou stellen. Hoe dwingend kan het recht nou mensen dwingen om Nederlander te worden? Weet je? Dat kan, wat mij betreft kan het helemaal niet. Ik denk dat Nederlanderschap, als je dat inclusiever zou willen maken, wat ik wel graag wil, als je dat wil bereiken, moet je echt gewoon via het debat doen, via een bewustwordingsproces. Via het recht kun je allerlei zaken proberen af te dwingen, maar dat gaat niet lukken. Een ander voorbeeld, in de jaren 80 hebben we mensen zoals Hans Janmaat op basis van het recht vervolgd vanwege hun mening. Heeft dat verhinderd dat er een nieuwe rechtse opleving is gekomen? Nee, dat is allemaal onzin. Wat wel klopt, wat je net zei, ik zie wel een toenemende nauwe definitie van dat Nederlanderschap ontstaan. Het is echt tulpen, molens, Michiel de Ruiter en that's it, weet je wel. Zo lijkt het wel.
Terwijl ik zeg, nee, we hebben een veel rijkere geschiedenis, veel bredere geschiedenis, we hebben een veel bredere identiteit. Ik ben persoonlijk een republikein, ik ben tegen het Koningshuis als instituut, maar ik ben een enorme fan van die beschaafde, prachtige mensen in ons Koningshuis. Prinses Maxima, destijds prinses, had ontzettend gelijk toen ze zei, de Nederlandse identiteit bestaat niet. Weet je dat nog toen ze dat zei? Ja, dat weet ik nog. En ze werd compleet afgemaakt, met name door rechts Nederland. Ja. Terwijl haar suggestie dat er geen eenduidige monolithische identiteit bestaat van Limburg tot en met de Grachtengordel tot Amsterdam, wat gewoon klopt, dat ze dat zei, was gewoon, kon niet, weet je wel. Maar ik zeg, ze heeft wel gelijk, juist verscheidenheid en vermenging geven ons kracht. Baklava is net zo Nederlands als saté. Dat is mijn... Serieus, Leo? Dank je. Graag gedaan. Dit was De Dissident. Wil je meer weten, meer zien of meedoen? Kijk dan op onze website, op ons YouTube-kanaal of ga naar onze pagina op Facebook. Don't accept the world as it is. Dream of what the world could be. And then help make it happen.